Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, Zelda Blade 20, terug bij een nieuwe aflevering. En in de vorige aflevering... Pas goed bij je. In de vorige aflevering, Fiber is nou bruin. In de vorige aflevering hebben we dus heel erg veel Snow Golems pakken gekregen. Hebben we dus zeg maar de Frost Cores pakken gekregen die we nodig hebben voor een armor. En hebben we twee Ice Feathers. Of ja, we hebben er zeg maar, hebben er eentje. Of ja, we hebben er Ice Feather heb je eentje nodig. We hebben er twee, maar dat maakt niet zoveel uit. En ja, we hebben ze. Dat is het belangrijkste. In de volgende aflevering, of in de volgende aflevering. In deze aflevering gaan we dus heel erg veel op een Mithril-jacht. Hopen we een Wither te kunnen verslaan, zodat we een nieuwe armor kunnen gaan maken. Dus Mithril farmen, dat doen wij met een jump cut gebeuren. Dat is met CUT, hè? Niet verwarren met een ander woord wat wij hier niet gebruiken. Dus ik ga heel eventjes snel even in de map kijken of we ergens nou Mithril kunnen vinden. Voornamelijk bij de Hellveter. Ik heb de vorige keer niet echt goed gekeken. Want ik zie hier, zie ik tungsten. Dit is een manier die jullie ook kunnen gebruiken, dus dat is zeker een voordeel. Dat is ook tungsten. Waar is daar? Tin. Dat moeten we wel helemaal niet hebben. Oh. Dude! Echt! Iemand anders pesten. Oké, nou. Even kijken, waar was ik? Even kijken, we waren hier bij de... waar is daar? Dat is Mithril. Dus bij de Hallowed Biome, of bij de Hallowed Biome, hoe wij nou. Dan moeten we dus zeg maar bij de Mushroom Biome, moeten we rechts, linksaf, mijn fout. En dan komen we dus zeg maar een beetje Mithril tegen. Dus wat ik dan wel wil doen is, ondertussen dat we daar toch naartoe gaan, misschien komen we daar een zeldzame beest tegen. Wat we zeker nodig gaan hebben. Dus wat ik wil kopen, heb ik genoeg? Ja, ik heb genoeg. Ik wil eventjes een shop. Ik wil heel eventjes een bugnet even kopen. Want er is dan zeg maar iets wat we kunnen vangen wat heel erg handig is in de Mushroom Biome. Dus vandaar. Ik zie jullie wanneer ik er ben. Oké, hier zijn we. Bij de ondergrondse Mushroom Biome. Nou, ondergrondse Mushroom Biome die zijn nou heel erg gevaarlijk aangezien dat er nou meerdere vijanden kunnen spannen. Dus wat ik zeker wil doen is heel eventjes kijken of ik nog wat... Riley, de traveling gast, is gearriveerd. Dat moet hij weten. Ga ik heel even kijken of ik even wat mushrooms iets kan vinden, zodat we onze eigen mushroom biome kunnen maken. Wat zeker heel erg handig zou kunnen zijn. Eens even kijken. Want ik kan dus zeg maar een truffle worm spawnen. Die we eens... Hallo! Ga weg. Ah, jij doet pijn. Hey, je hebt me gejinxed! Ja, dit zijn de nieuwe vijanden. Ik gebruik gewoon even deze. Dit zijn dus zeg maar ook vijanden die de Nazar zouden kunnen spawnen, maar die zijn heel erg rare. Dus vandaar dat ik echt aanraad om dat zeg maar te doen met die andere beesten die we tegen kunnen komen. Oh boy. Oh, jij doet veel schade. Ik ga hier niet dood. Hoop ik. Weet je wat? Ik ga gewoon hier zo. Ik had hier... Is dat boven daar niet Mithril? Of is dat kobalt? Volgens mij is dat kobalt. Zoebert, ga weg. Je bent irritant. Jij ook. Oké. Ja, dat is kobalt. Dat wil ik niet hebben. Oké. Mithril. Jongens, ik heb Mithril nodig. Oh, wat? Oh, dat is een stom beest. Oké, nou, als ik niet... Als ik dit slim aanpak... Als ik hier nou blijf hangen zo. Ah. Dat is zeker Mithril. Of Mithril, of hoe dat je het ook uitscheldt. Tomato, tomato. Even kijken. Dat is een beetje, dat is een heel klein beetje. Maar ik weet zeker dat ik hier meer vond. Dat is echt alles. Ah, ik ben bij jullie zo terug als ik weer meer vind. Ik heb hier weer een hele kleine junk gevonden. Nou ja, klein. Zo. Kijk, dit soort dingen moeten we nou hebben. Hier word ik nou een blij konijntje van. Net zoals Fiber. Hier wordt hier ook een heel blij konijntje van. Want dan gaan we minder dood. Dus, ja. Het belangrijkste is namelijk dat we er heel erg veel van vinden. Aangezien dat we hier dus ook onze armen van moeten maken. Dude, serieus, ik ben irritant. Ga weg. Goed zo, braaf. Dus, daarom is Mithril nou heel erg belangrijk om te vinden. Maar een Hallowed Biome is ook heel erg belangrijk om die dus zeg maar eventjes te coveren nou op dit moment. Dus wat ik eigenlijk wil is dus zeg maar heel erg veel Mithril vinden. Oh, Nee, geen broken arm status. Oh, nee. Ga weg. Oh, jij ook. Oké, wat is daar? Dat is titanium of niet? Ja, dat is titanium. Ga nou eens weg! Titanium kennen we nog niet minen, dat is het probleem. Ik had het idee zeg maar om met een spelanke potion aan de gang te gaan. Nou, dit gaat niet goed.
Wegwezen hier. Wegwezen. Oké, er zit verder geen meatrail. Verdorie. Ik denk dat ik gewoon eventjes richting die hallowed biome ga. Naar beneden ga graven. En dat ik spelankenpotjes met me meeneem. Dus ik zie jullie in een seconde. En ik ben 4 minuten weak. Frick. Ja, ik zit nou ondergronds, dus een bladmoen boeit niet. Oké. Hier zijn we eindelijk gekomen bij die dingen die ik dus ook zoek. Dit hier zijn crystal shards. Crystal shards zorgen ervoor dat wij iets op kunnen creden en dat we hele sterke kogels kunnen maken. Dus zeker handig om deze zoveel mogelijk mee te nemen. Maar kijk uit, op het moment dat je hier aan het zoeken bent naar deze mooie steentjes, ligt er ook nog heel erg veel gevaar op de loer. Dus daar willen we zeker voor uitkijken. Dus, ik zie daarachter weer een ondergrond mushroom biome. Ik moet zoveel mogelijk van die steentjes meenemen. Truffel, dinges, geval. Even kijken. Ben jij een echte? Ja, jij bent een echte. Voorzichtigheid altijd geboden. Night Owl Potion, waarom ook niet. Ja, het nadeel is, ik heb dus helaas geen, geen LPV potion. Dus ik moet het helaas zonder doen. En dat is kobalt, hè, weer. Waarom zoveel kobalt? Zit je eigenlijk gewoon een spelanker erop gooien? Dus doe maar heel eventjes een fast forward erin gooien, editor. Dan, even kijken, hier hebben we Mithril. Gooi maar even een fast forward in, editor. Dus ik wil niet te veel weer gaan minen in deze afleveringen. Dit is ook kobalt. Oké, dit lijkt me eigenlijk best wel eventjes interessant om dat te laten zien. Toch een soort van mining aflevering, maar ja, aan de andere kant. Weten jullie nog dat ik zei dat ik jullie toch graag de hallowed biome wil laten zien? Nou, hier hebben we het een beetje. Dit is eigenlijk pretty dangerous. Oké, steen maar even weg. Even mijn inventory een beetje leeg, jongens, want... zoveel doodles hier. Eenie, meenie, miny, mo, sandblok mag weg. Clay hebben we nog nodig. Die mag weg, die hebben we nog nodig. Oké, ik denk dat ik er even goed zit. Dus wat nou heel erg belangrijk is, zoals ik al zei, we hebben al heel veel mithril gevonden ondertussen. Maar die kristallen die we overal zien zijn dus ook heel belangrijk om die dus zoveel mogelijk mee te nemen. En deze doodles hier, die we dus... Oh, jij was de vijver. Vijver liet me schrikken, dat is niet aardig. Oké, nou, mag ik alsjeblieft? Nee, ik wil... Dank je. Oké, als ik hem openmaak, dan heb ik een heel groot probleem. Ik haat de beesten zo erg. Oké, dus hello, ja, daar hebben we dus zeg maar heel erg veel van die kristal. Daar kunnen we kogels van maken, daar kunnen we onze lightsaber mee upgraden. Voornamelijk is eigenlijk de kogels zijn heel erg belangrijk om daarmee te maken. Dat wil ik heel erg even zeggen. Dus nou, heel veel mithril hier. Oh, ik ben echt blij dat we zoveel mithril vinden, jongens. Oh, daar ben ik blij mee. Dus, gelukkig is Fiverr dit keer niet de angsthaas die zegt van, nou jongen, bekijk het even lekker, ik ga er van tussen. Ik ben echt blij dat we nou gewoon Fiverr bij ons hebben. Alleen, het is hier nog steeds extreem gevaarlijk, want vergeet niet, we zitten nog steeds met de armor die we dus zeg maar hadden in normal mode. Dus, de damage die we krijgen is echt behoorlijk. Dus kijk uit als je hier naartoe gaat. Kijk er echt zeker voor uit. Dus, Nou, heel erg veel van die... Ze geven wel veel licht... Dus ze zijn wel LPV. Let's play vriendelijk. Oké, nou. Mag ik jullie heel even... Jullie zijn nogal irritant. Ga eens even weg. Oké. Nou, ik weet het. Pickaxe die lijkt nog een beetje zeg maar aan de trage kant. Terwijl dat we eigenlijk al best een snelle pickaxe hebben. Maar de pickaxe die worden dus zeg maar steeds sneller en sneller. Maar dat zullen we dus allemaal wel ook van eigen gaan zien. Oké, nou, de helft muziek is nog steeds aan het spelen. Ik wil dat ding hebben. Dank je. Oké, nou even automine. Heel veel modder. Ik denk dat het ook eens een keer tijd is om farms te gaan maken. Maar ik wil ook eigenlijk de vleugels gaan maken. Ja, want we kunnen vleugels maken nou eigenlijk. Tenminste, als we mithril armor hebben. Want
Ik denk niet dat het eigenlijk al veilig is om de wyvern te gaan verslaan op het moment dat we dus zeg maar deze... De wyverns, zo heten die gekke dingen. Niet te vergelijken met withers. Withers, dank je. Ik denk niet dat het echt veilig is om dat te gaan doen met dit armor dat we nu hebben. Dus daarvoor is Mithril echt heel erg belangrijk om nou eventjes ook zeg maar de Mithril anvil te kunnen maken. Een Mithril pickaxe en natuurlijk echt eventjes een complete set van Mithril armor. Dus daarom ben ik hier ook even met Spelunker Potion bezig. En ik wil hier nu... Hi. Oké, weg met jou. Daarom wil ik hier eigenlijk zoveel mogelijk stuff vinden. Dus mag ik wat crystals, dank je. Oké, daar hebben we er ook weer een paar. Wat hebben we er eigenlijk al? 35. Oeh, ik heb er zoveel. Nee. Ik heb broken armor. En ik heb al zo weinig defense. Dit is dangerous. Dit is niet goed. Ga weg. Kijk hier, broken armor. Kan hier maar iets van melk of zo dat ik kon drinken? Dingen die missen. Oké, ik ga niet weg. Ik ga niet weg. Ik heb er 50 nodig voor die upgrade. En... ja, per crystal shot kun je 50 crystal bullets maken. Wat zeker handig is voor later. Dus ik wil er eigenlijk zoveel mogelijk al meenemen. Alleen ik zie helemaal geen mithril meer. Daar baal ik eigenlijk wel van. Nee. Een sneaky son of a fiets. Oké. Zijn we klaar met sneaky wezen? Ik ga even rustig even kristalletjes minen. Dat zou mij heel erg blij maken. Sorry, vijven, je hebt helemaal gelijk. Het is niet veel, maar ik zal het meenemen. Oh boy. Oké. Daar komt weer. Ik zeg dat die vijanden heel erg rare zijn, maar ik kom ze eigenlijk best wel veel tegen. Nou, hè. Ja. Nou ja, in ieder geval. Waar kom jij vandaan? Jullie teleporteren all over the place. Daar word ik niet vrolijk van. Ik begin er spontaan Engels van te praten door jullie geshizzle. Geshizzle met fizzle. Oké, zie ik nog even wat... hier een kristal. Ik wil eigenlijk niet dat hier alles... Wat raakt mij? Oh. Ik wil eigenlijk niet al dat water hier mee naartoe nemen, dus... Wat ik dan normaal gesproken altijd doe, is hier naar boven toe lopen. Nou ja, lopen. Oh boy. Dan hebben we dus geen last meer van het water. Wat heel erg handig is. Zeg, shizzle met fizzle. Zou je alsjeblieft... maar niet kunnen raken. Want dan kun je die broken armor status weer resetten. Daar heb ik geen zin in. Het is heel erg gemeen als je dat doet. En het plank is weer uitgewerkt. Nou, ik doe nog eens planken erbij. Hoeveel mithril hebben we op het moment? 138. Nou, dat is alleen maar decent. Je doet zoveel damage. Ik haat zoveel damage. En ik weet het. Al die hardcrystals. Ja, we kunnen er niks meer mee. Echt helaas. We hebben al genoeg hardcrystals om nog even de lantaarns te maken die we nodig hebben. En dude, jij blijft daar gewoon even vastzitten. Jij gaat mij nou niet lopen stalken. Jij gaat me gewoon met rust laten. Jij gaat mij gewoon met rust laten. Oké. Okay. Jou losmaken. Bananen zijn er niet om op te eten. Bananen zijn er voor om mee te gaan gooien en smijten en jullie allemaal af te maken. Nou ja, we krijgen ondertussen ook een hele goede amount van Soul of Light bij ons. Wat eigenlijk helemaal decent is. Hallo, enge vis. Ga eens even dood. En jij ook, want jij doet eigenlijk ook best wel veel schade. Heb ik nog steeds broken armor? Jij hebt nog steeds broken armor. Zag ik hierboven iets? Ik weet het heel erg veel van die crystals. Die waren nog steeds belangrijk, dus dan zou ik die ook maar even meenemen. Het enige nadeel is die pearlstone, die mijnt nog zo langzaam. Had ik maar de pickaxe axe. Voor de mensen, pickaxe axe is een hele sterke pickaxe. Vandaar dat ik eigenlijk dat eigenlijk zo vernoem. Dus dan even kijken. Even mijn microfoon ook af en toe een keer checken of die goed staat. Ik heb af en toe wel eens een keer, dan staat hij per ongeluk tijdens een opname staat hij op open. En dan hoor je gewoon aan de kwaliteit van de audiocommentaar. Even kijken. Jou nemen we mee. Ja, Fiverr, ik kan niet alles meenemen, ja. Ik probeer zoveel mogelijk mee te nemen. Ik zie het ook allemaal wel. Niet zo zakkerijnig doen, hè. Well, excuse me. Oké, nou, waarom ben ik kobold aan het minen? Dat is geen... Fiverr, dat was kobold! Sommige momenten was je toch aardiger toen je stil was. Crystallize, hoi. Ik wil het.
Echt, ik wil nog echt serieus eventjes een chunk of zo, een paar chunks meat roll vinden. Maar, oh, maar je kijkt hoeveel... Ik wil zoveel mogelijk crystal shards ook meenemen. Ik wil zoveel meenemen! Sorry jongens dat ik hier eventjes een aflevering aan toewijd. Maar dit zijn gewoon hele belangrijke materialen die we nu dus eigenlijk mee moeten nemen. Ik zie meat roll! Ik zie het en ik wil het. Ik wil het. Deze caves van Hello, die zijn eigenlijk ook altijd heel erg fijn te exploren. Omdat al die crystallized dinges, die geven dus zeg maar ook nog eens een keer... Ja! Nee! Help! Ik kan geen help! Ik zit hier vast! Help! Blijf op afstand! Nee, als je me nog één keer raakt, ben ik hartstikke dood! Vijver, help! Help, vijver. Ik ga naar boven. Niemand komt hierheen. Ik ga alleen naar boven. Oh boy. Laat me leven. Oh, ik heb summon sickness. Ik kan geen health potion gebruiken. Oh boy, dit is zo niet goed soms. Oh boy. Oh, daar komt er weer een aan, Oké, preparation! Go! Weg! Oh, dit vind ik zo niet leuk. Oh, dat was een bijna doodervaring. Oh, boy. Oké. Ik ben veilig en help. Oké. Alles is goed. Ik weet het, ik zie daar een kistje. De kistjes zijn nog niet echt meer nodig. Ik moet zoveel mogelijk crystal shards. En zoveel mogelijk meat roll. Dat is mijn missie. Dat is onze missie. Oh boy. Maar die trapjes naar boven, die zijn wel fijn om te gebruiken. Maar het nadeel is dus zeg maar dat je soms... dat je soms zeg maar niet makkelijk weer terug kan lopen. Ga jij eens even weg. Ga eens even uit het spel! Oké, gaatje. En dan even jou meenemen. Hallo, mag ik jou? Nee, geen auto mining. Hier ook. Meatrail, all the meatrail of the world. En daar was een booby trap die ik gewoon laat staan omdat ik daar zin in heb. Oké, een beetje licht mag wel. Heel klein beetje, niet te veel, klein beetje licht. Hallo, geef. Ik wil het allemaal en ik zie daaronder, is daar een heleboel meatrail daar? Ja, Spelanka is uitgewerkt, ik weet het, maar... See if I care, meatrail en een paarse doodle, of een roze doodle, een maffe doodle die nu weggedoodeld is. Oké, meatrail, al de meatrail, ik wil het allemaal hebben. En ja, Fiverr, ik neem die ook mee. Ik zag je er wel naast staren. Oké, eventjes hier de boel laten fladderen, dat maakt helemaal niet uit. Oké, dan hebben we hier nog een heleboel meatrail. Ah, je kan niet bij me. Hier, heb een regenwolkje. Dag, succes ermee. Oké, ondertussen wil ik dit even... ondertussen wil ik dit heel even rustig minen. Oké, ik denk dat we dan veilig naar boven toe kunnen. Ik bedoel, ik heb geen spelanka meer aan staan. En ik denk dat we nou wel genoeg crystals hebben. Dus... Oké. Oh, dit is zo zenuwslopend. Al die doodles overal. En zeker als je bijna dood ging. Oké, we zitten weer op vol. Ik wou zeggen dat we weer op vol helft zitten. Jij moet het weer verpesten. Ik wil even nog even meekijken hier. Sneaky son of a bitch. Kom hier. Of son of a bitch, was ik altijd. En hier ligt ook nog meatvel. Maar had je dan niet even kunnen zeggen dat hier ook nog meatvel ligt? Ja, dat dacht ik eigenlijk wel op zijn minst. Nee, doodle. Oké. In ieder geval, Fiverr, je hebt heel erg veel fans. De kijkers die houden van je. Dus, toch een beetje bedankt voor je neusje van de zalm. Voor de meatrail te vinden en alles. Ik neem nog even een paar crystal shards mee hier, die we hier toch wel even zo zien liggen. En dan gaan we terug. Gaan we kijken wat we allemaal kunnen upgraden en dan alles. Hopelijk heb ik dan genoeg, want dan zou ik in de volgende aflevering weer
moeten gaan zoeken. Dus zeg maar nog even naar een beetje mithril. Daar heb ik echt weinig zin in. Ik weet dat we mithril pickings nodig hebben. Ik weet dat we nog wat titanium nodig hebben. Maar er zijn nog meerdere dingen die we kunnen doen. Dus poef. Nou ja, eigenlijk als ik een beetje geluk heb. Dan hoeven we nog niet eens de mithril pickaxe te maken. Oh jawel, die moet ik wel maken. Damn. Of niet? Of wel? Of niet? Of wel? Of niet? Of wel? Ik weet niet. Moeten we even kijken hoe dat stand van progress gaat. Ligt hier nog iets? Nee? Oké, okay, hoeveel hebben we er? 80. Meer als dat. Let's go home. Without a death. Oké, okay, nou. Goed. Het eerste wat ik wil gaan doen. Is even zoveel mogelijk bars maken. Ja, kobold bars. Plus er wel bij of zo. Platinum bar. Hoezo hebben we een platinum? Nou ja, maakt niet uit. 51. Nou, daar zouden we wel een en ander mee kunnen maken. Gold bars niet maken. Daar was ik heel. Daar moet ik rekening mee houden. Oké, okay, mithril anvil. Die hebben we nodig. En die plaats ik. Ik denk in ons eigen huis. Ik denk dat ik die hier ga plaatsen. Poep. Oké. Okay. Nou, als ik me niet vergis kijk, dan krijgen we dus zeg maar een heleboel equipment te zien. Waaronder dus zeg maar de mithril helmet. Nou, de mithril helmet, dat is voor increased melee critical chance. Je kunt er eentje maken, dat is voor je range. En je kunt er eentje maken, dat is voor een mage. Dus, maar ik wil dus zeg maar eigenlijk een beetje gaan... 12, ja, dit is echt een stuk beter. Ik wil eigenlijk gewoon gaan, zeg maar, voor eventjes de defense. Dus, nou weet ik niet hoe ver dat komt. Maar ik moet sowieso eerst eventjes mijn equipment heel eventjes legen. Dus, ik zie jullie in een seconde. Oh, schnikies. Jongens, dit is vervelend. Dit is vervelend. Ik moet mijn armor maken. Oh, schnikies. Dit is niet goed. Waar is mijn resources? Oh boy. This is going to be a terrible night. Dat wil zeggen dat er een baas aankomt. Ik ben bang. Ik ben heel erg bang. Vijver, beschermen. Vijver, beschermen. Ik ga geen pointless dead. Mithril helmet. Hebbes. Mithril, ja. Kan ik nog die schoenen maken? Yes! Oké, swap het. Ik laat het morgen wel zien hoe dat eruit gaat zien. En morgen gaan we natuurlijk verder met de volgende aflevering van Let's Play Terraria. Ik ga snel naar de basis toe en ik hoop jullie dan allemaal te zien. Bedankt voor het kijken. Morgen 2 awesome comments. Ik zie jullie dan. Tot zo. En ja, tot morgen. Sorry voor deze cliffhanger. Maar ja, in het weekend upload ik nooit. En nu upload ik wel. Speciaal voor jullie. Doei!